De woningmarkt is op dit moment totaal ongezond. Als koper heb je amper iets te kiezen en nieuwbouw kan dat tekort niet oplossen. Sterker nog, er worden zelfs minder nieuwbouwwoningen gebouwd. Hoe krap en ongezond die situatie op de woningmarkt is, daar gaan we de komende 10 minuten over bijpraten. En hoe die huizenmarkt ervoor staat, dat zie je goed in de RTLZ-Huizenindex. Die index is in het derde kwartaal gedaald naar 65 punten. Kortom, de huizenmarkt die staat onder druk. In de studio is aangeschoven Peter Boolhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Um, ja, hoe ongezond is de markt op dit moment? Nou, behoorlijk ziek kun je zeggen. Uh, je hebt dat laten zien, hè? het aanbod stagneert. Daar kom ik straks nog op terug. En de prijzen blijven alsmaar doorstijgen. En de acceleratie zit daar zelfs nog in. Dus sterk stijgende prijzen, afnemend aanbod en heel weinig keuzemogelijkheden. Dus ja, behoorlijk ziek. Oké, okay, we gaan het hebben over die stand van de huizenmarkt in vier thema's. Um, laten we beginnen bij het aanbod. Dat is er amper de afgelopen kwartalen. En met name het afgelopen kwartaal. Stel nou, ik ben huizenkoper, dan kon ik in het derde kwartaal kiezen uit slechts 3,7 huizen. Sinds 2005 had je eigenlijk niet zo weinig keus. Um, Peter, wat is eigenlijk normaal in het aanbod? Wat zie je in een normale markt? Ja, rond de zeven. Dat is normaal. In de top van de crisis of van de crisis op het. Uh slechtste moment kon je ongeveer 30 woningen kiezen. Maar dat is heel snel naar beneden gegaan. Ja, en ook omdat er nu minder verkocht wordt, ook minder aanbod stabiliseert dat nu een beetje rond die 3,7, 3,8. Maar dat is natuurlijk veel te laag. Ja. En Het is in de steden, die zit het zelfs onder de 3, dus is de 2, 2,5. En dat is echt wel een probleem. Ja, hoe komt het dat die markt zo krap is? Het aanbod, maar, maar wat is daar de reden? Nou ja, doorstromers die, die gaan natuurlijk hun huis niet op de markt zetten. Dat deden ze in de crisis wel. Die gaan eerst zoeken. Ja, weinig weinig mogelijkheden om iets te vinden. Dus ja, en we komen straks op de nieuwbouw. Die nieuwbouw genereert natuurlijk ook heel veel doorstroming, ketens ook. Als dat minder wordt en je kunt. Ja, je, je, je houdt je woning als het ware vast, ja, dan is er ook heel weinig aanbod. En we zien ook dat, met name in het goedkope segment in de steden, dat daar ook beleggers veel woningen kopen. Ja. Dus dat, in die grote steden is dat wel 20 procent. En dat zijn precies die woningen waar die starters ook uh, beroep op doen. Dus ja, aan alle kanten word je dan weggedrukt. Ja, wat moet ik dan doen als koper nu in de markt? Nou, vooral je hoofd te koel houden. Dat is wel heel belangrijk. Zorg in ieder geval dat je goed, goed bent in, 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 voorgelicht. Neem een makelaar mee als je gaat kopen, dat is denk ik wel heel belangrijk. Een aankoopmakelaar. Probeer ja, je goed voor te bereiden. En probeer het zoekgebied ook wat uit te breiden. Dus als je nou, noem maar wat, in. Amsterdam wil wonen, ga dan ook eens in Almere kijken of in Amstelveen. Of als je aan Almere, kun je ook eens naar Lelystad kijken. Je kunt je zoekgebied wat uitbreiden, dan heb je vaak meer mogelijkheden. Uh, dus dat is, dat is heel belangrijk. En geduld en de... hebben, kan ik Ja, zeggen. Ja, maar het probleem met geduld hebben, komen we straks op de prijzen. Die stijgen zo hard, daar kun je gewoon niet tegen opsparen. Dus ik zou toch zeggen, als je kans hebt om die markt binnen te komen, zou ik het wel doen. Ja. Tot nu toe werd altijd gezegd dat de oplossing ligt bij nieuwbouw. Er moet ja. meer bijgebouwd worden zodat er meer aanbod komt. Ja. Uh, maar ook daar zit nu een probleem, Peter, want ja, nieuwbouw kan die vraag niet bijbenen. Nee, nou sterker nog, we zien de, de nieuwbouw zien we, zien we dalen. We zien nog wel, het afgelopen jaar zien we nog wel een lichte stijging van bijna 5% van het aantal opgeleverde woningen. Maar als je kijkt naar woningen die aangeboden worden, dan daalt dat met meer dan een derde. Dat is dus echt heel veel. En ook het, uh, ja, het aantal verkochte woningen is met 20% aan het dalen. Dus ja, we zien gewoon een, een afname in, dat, uh, in die nieuwbouw. Um, en ook de bouwvergunningen, die zie je nu al drie kwartalen op rij, zie je die uh, zakken. Ja, en dat betekent dat we de komende anderhalf, twee jaar ook niet meer woningen kunnen gaan, uh, kunnen gaan verkopen. Dus dat is echt een groot probleem. Ja, laten we die cijfers er even bij pakken. Ja. Het gaat dan om het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in het derde kwartaal. Althans in de eerste maanden van 2018. Ja, ja. Want dat derde kwartaal hebben we klopt. daarvan we nog hebben we niet. We hebben altijd he? bij de nieuwbouw tweede kwartaal. Ja, ja. Dat klopt. Nou ja, dan zie je dat ten opzichte van een kwartaal eerder. er sprake is van een daling van maar liefst 17 procent. Ja, ja, ja. Hoe groot is de druk om ja. meer te bouwen? Ja. Ja, normaal gesproken stijgt dat in het derde kwartaal. Ja. In de jaarbasis zelfs met bijna 21 nou ja, er is natuurlijk heel veel, heel veel vraag. Maar er zijn een fors aantal problemen waarom dat niet van de grond komt. We hebben wel locaties. Maar die zijn vaak niet beschikbaar omdat ze te duur zijn of er zijn bezwaarschriften van bewoners. Dus dan, dan heb je een locatie en dan, en, dan, en dan komt er niks van de grond. We hebben ook niet meer grote locaties, hè. die grote vindingslocaties zijn weg. We bouwen vooral in de stad, wat duur is, waar je soms met honderd ja, woningen zit, maar niet met grote aantallen. Ja, en we hebben een enorm probleem in de bouwnijverheid. Hè. Zelfs als we dan begonnen zijn met de bouw, dan vertraagt het weer omdat de bakstenen zijn op, ja. de metselaars zijn niet aanwezig. Niet aan genoeg deze. mensen. Nee, niet genoeg mensen. Dus, ja. dus het is aan alle Kanten is het een, en het is ook niet heel makkelijk om dit nu 1, 2, 3 op te lossen. Nee, want ik wilde zeggen, dit wordt aangedragen als een oplossing, meer bouwen. Maar ja. vooralsnog ja. lijkt het probleem daar behoorlijk onoplosbaar, want we kunnen niet meer bouwen. Nee. Ja, we hebben. Nee, nou ja, dat kan natuurlijk altijd wel. Je kan altijd maximaliseren, maar heel veel meer is heel lastig op korte termijn. Maar wat, wat ik denk wel dat er moet gebeuren, is dat de Rijksoverheid weer de regie naar zich toe trekt. Hè, want dat in het verleden gebeurde dat namelijk wel. En nu wordt er gezegd van ja, gemeentes en marktpartijen gaan dat samen oplossen. Nou, dat zien we dus niet gebeuren. Nee, maar wat moeten ze dan doen? Wat moet de overheid doen? Nou ja, ze moeten in ieder geval een, een planning gaan maken. Uh, ze moeten gaan volgen wat er waar gebouwd wordt. En daar waar de knelpunten ontstaan, moeten ze die gaan oplossen. Dat kan in de vorm van regelgeving aanpassen zijn. Dat kan in de vorm van subsidies zijn, investeringssubsidies, kan van alles zijn. Maar nu weten we het gewoon niet. Het overkomt ons letterlijk. Ja. Oké, okay, nou als verkoper is dat goed nieuws. Ja. Want die prijzen die blijven maar stijgen. Ja, maar goed, je wil ook wel eens doorverhuizen. Dat is waar, je wil ja. door naar een andere woning en dan zit je inderdaad weer in de aanbodkant. Ja, ja dus als koper ben je eigenlijk de pineut. He? En dat zien we ook terug als je kijkt naar de prijzen van de verkochte woningen. En de prijsindex bestaande koopwoningen, zoals we dat dan zo mooi noemen. Uh, al vijf jaar op rij stijgen die huizenprijzen. Vijf jaar. Dat is. Behoorlijk lang. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Nou, ik denk zeker de komende twee jaar. We hebben ook zo'n modelberekening: dat dat echt nog wel doorgaat. En we zien zelfs een acceleratie in die prijsstijgingen. Dus in plaats van dat je verwacht dat het wat gaat afnemen, neemt het weer toe. Dus we zaten met de NVM nu op 11% laatste op jaarbasis. Dat is echt heel veel, natuurlijk, ja. ook met die lage inflatie. Ja, en opvallend, bij nieuwbouw. Zie je de prijzen nog harder, nog harder stijgen? Ja, daar zitten we inmiddels uit mijn hoofd. Ik dacht op 348 voor een gemiddelde koopwoning. Ja, dan moet je gewoon twee keer modaal verdienen. Wil je dat kunnen, kunnen aanschaffen? Dus ook daar is het voor starters gewoon heel moeilijk geworden. En je ziet ook in de nieuwbouw dat in de crisis bouwden er nog veel kleinere woningen. Ook voor starters. Maar nu... Ja, die ontwikkelaars kunnen nu helemaal meer verdienen met wat ruimere, luxe woningen. Dus wordt er meer in dat boven, in dat duurdere segment gebouwd. En ook in die steden, die appartementen, die zijn natuurlijk ook best wel duur. Uh, ja, en dat zie je terug in de prijzen. Ja, hogere prijzen, minder aanbod, gevolg is duidelijk. Er worden minder huizen verkocht, hè? dat zie je dan in het ja. aantal uh, transacties bij makelaarsvereniging NVM. Um, je ziet dat in de grafiek, en zie je het laatste stukje nog wel een klein beetje omhoog gaan, maar de trend is in ieder geval ja. wel uh, neerwaarts. Hè? Um, Zien we ook al makelaars die in de problemen komen? Gewoon omdat het aanbod zo ja, laag is. Ja, dat laten ze nooit zo goed blijken. Maar ik, ik krijg wel uit het Amsterdamse bijvoorbeeld wel door dat het heel lastig is voor die kantoren. Want die hebben inderdaad heel weinig omzet meer. Dus dat uh, het speelt met name nu terug in en Amsterdam, waar die aantallen verkopen echt sterk zijn terug, uh, teruggevallen. En ook in de crisis is het aantal makelaars ongeveer gebleven. Het groeit weer een beetje. Dus die hebben het best wel lastig. Nu, het enige punt is dat ze ook natuurlijk wel als aankoopmakelaar fungeren. En daar hebben ze natuurlijk wel weer... Ja, uh... dat is een grote markt. Ja, ja. Nou, enig lichtpuntje zou je kunnen zeggen in deze ongezonde markt... is dat we uh, in ieder geval de crisis weer helemaal te boven zijn. Hè. Dat zie je dan als het gaat om betalingsachterstanden bijvoorbeeld. Hè. Er zijn een stuk Zeker. minder mensen die een betalingsachterstand ja. hebben op een hypotheek. Dat zie je ook in het aantal executieverkopen ja. dat, uh, dat flink is um, ja. teruggelopen. We zijn de crisis te boven, maar toch is de markt ongezond. Dat voelt gek. Ja, nou ja, dat is natuurlijk logisch. Hè. De, de, de problemen inderdaad. Mensen kunnen het opbrengen, er is koopkracht. Daarom stijgen die prijzen ook nog voor een deel, omdat de inkomens natuurlijk ook nog doorlopen. Vooral voor komend jaar worden behoorlijk inkomensstijgingen verwacht. Ja, gelukkig staan er geen mensen, of nauwelijks meer mensen, onder water. Ja, en nou, laten we blij zijn dat het aantal executieverkopen inderdaad op het niveau van 2005 is teruggezakt. Dat is alleen maar goed nieuws, denk ik. Ja, maar hebben consumenten dan nog wel vertrouwen in deze markt, die zo overspannen is, zo onder druk staat? Nou, het vertrouwen is ook behoorlijk afgenomen de laatste twee jaar, maar stabiliseert het laatste halve jaar. Er zit net boven de 100, 102, 103. En dat betekent dat er ongeveer evenveel mensen vertrouwen hebben... Geen vertrouwen. Dus het zit een beetje. Maar ik verwacht wel eerlijk gezegd dat door die krapte en door die prijsstijgingen. dat het komende half jaar wel weer eens zou kunnen gaan dalen. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Okay. De allerlaatste vraag dan: nee. hoe gaan we deze situatie oplossen? Want het is natuurlijk niet gezond, de situatie nee. die we nu hebben op nee. de woningmarkt. Nee, nee. Nou ja, we kunnen een aantal dingen doen. We kunnen zorgen dat er in ieder geval tijdelijke woningen bij komen. Dat we alle gebouwen die leeg zijn, dat we die ook gaan benutten. En dat we toch voor de middellange termijn gaan zorgen dat er voldoende locaties gaan komen. Dus het, het, het efficiënter inzetten van de bestaande voorraad. Zorgen dat mensen die in een groot huis zitten en met een klein huishouden hebben, dat die gaan verhuizen. Het juiste aanbod organiseren. En daar waar het moeilijk gaat, zorgen dat er investeringssubsidies gaan komen om die productie van de grond te trekken. Okay. Peter Boelhouwer, dankjewel. Tot zover de RTL Z Huizenmarktindex. Deze kun je natuurlijk terugkijken op onze website rtlz.nl. En we zijn er volgende keer weer. Dag.